Hey jongens en meisjes, welkom bij een aflevering van Amateurvis.nl. Ik zit er aan het water zoals jullie zien. En op een stek waar niet heel makkelijk vis zit. Er ligt een hele hoop puin in het water, moet ik zeggen. En wel vaker dingen in de knoop zitten of door de in de waar, zeg maar, zoals nu. Dat ik door een hoop groen heb getrokken. Even kijken hoe ik dit ga fixen. Ik heb deze Guru 15 inch feeder her rechts. Er zit nog eentje in. Zo. Onderlijntje van Marcel Powergums maar eraan. Chuckmeister aan. Chuckmeister is altijd goed, zelfs nu in de herfst zo. Werkt de Chuckmeister nog steeds wel goed. Moet ik zeggen. Dat is eigenlijk wel vet. En ik heb ook nog steeds dit voer. Een panko voer. Gisteren een bak van aarding gemaakt. Nou, dan moet ik even kijken dat ik hem ergens gooi, waar ik niet in de rotzooi lig. Hopla. En meteen naar beneden. Nou, dat is denk ik, want die drijft van alles. Allemaal pakken zou ik daar even laten zien en zo. Zie je, dan zit ik al vast. Oh, dat is een muur vast. Ah, alles straf. God, domme. Wat een shit. Korf kwijt, alles kwijt. Alles kwijt. Ah, man, het is gewoon de hele... Het is gewoon de hele onderlijn eraf. Ik ben echt amateurleur, jongens. Ik zit echt te kutten. Nou ja, ik dacht ik laat je leren zien online gaan. Ja, ja. Omhoog. Een onderlijntje van Marcel. Maar even pakken. Jongen, jongen, jongen. Ja, het is niet heel makkelijk vis hier. Dat zei ik al, dus ik raak wat dingen kwijt. Dan valt hij weer op de grond. Het zit me niet mee vandaag, ik heb een dag. Ik heb wel stress op mijn werk allemaal. Niet zozeer qua drukte, maar meer, ja, het is zo chaotisch allemaal. 100.000 dingen tegelijk in doen. Maar gaan er 200 dingen gaan er verkeerd, 200.000 dingen. Dat is wel zwaar eigenlijk. Maar ja, het is wie het is, anders wordt het wel anders. Zo, die zit weer een onderin. Die zijn nu natuurlijk op, hè. Ik heb alles. Daar heb ik alles gebeurd met die leek. Godverdomme. Vierde herrig. Herrig. Een speedstop hebben, jongens. Vierde herrig. Zeg niet dat ik nou geen onderlijnen met speedstop meer heb. Heb ik ook al niet meer bij me. Oh, wacht, misschien hier. Nee, het is geen onderlijnen meer met speedstop. Amateurvisser, jongen. Je zit te kutten, dat is niet meer normaal. Nou ja. Dan pak ik dus gewoon deze onderlijn. Onderlijn met... Dan begin ik ook met de waaien ook nog. Ja,
sorry. Want onderlijn met een her. Doe ik die wel eraan. Zo. Een korftraan, dan moet je natuurlijk een nieuwe korf hebben. Korf 30 gram. Aan doen. Ja, dan moet ik die herder erin gaan trekken op een of andere manier. Ik vis normaal nooit met een her eigenlijk. Zo'n stopper hebben. God, non, zie. Ja, ondertussen zwemt die vis allemaal daar aan mij voorbij. Ja. Veilig. Sorry. Daar word ik eigenlijk niet goed van. Ja. Nu heb ik de stoppertjes. Hopla. Nice. Nou ja, een stoppertje uitpulken. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Hè. Met mijn bibberhanden. Oh man. Het schiet echt niet op. Lekker. Denk wat aanbeten. Dan zijn ze denk ik een beetje stijf en vreten voor de winter. Lijkt het. We zijn echt wild hier. Wilde bastards. Ja, daar komt hij toch. Daar komt hij toch. Hopla. En een dikke lap. En een dikke. Dit is een dikke, ja. Rustig. Een joekel. Wat een joekel. Kijk eens. Een flinke jongen. Hopla. Nu gaat hij weer. Hij gaat nog niet echt, maar ik moet even bijkomen. Ja, hop, even ademen. Dat is een vrij duwen. Hopla. Ja.
Ja, het weer. Maar dat is wel een dikke. Het trekt gewoon door de slip in deze. Dat is wel bizar. Dat is niet sterk hier. Niet normaal. Ah, daar komt hij. Daar komt hij al. Het zijn dikke lappen hoor. Dat weet ik wel. Dus, dit is een hele dikke, denk ik. Een dikke platte. Ah, die blijft maar beneden zeg. What the fuck? Dat is toch wel eigenlijk een platte, want dat voel ik. Maar is gewoon, die zijn gewoon heel sterk op een of andere manier nu. En blijft gewoon beneden. Dat is wel apart. Nou, dat is toch eigenlijk een platte. Lijkt het. Ik heb zo'n platte nog nooit zien trekken. Oh, even een beetje uitspartelen. Hop. Ah, dat is ook wel een hele dikke lap dit. Wow. Dat is ook wel een hele dikke lap. Wow. En een joekel. Struikel bijna over mijn hengels toen. Wow. Wat een beest, jongen. Normaal. Echt niet normaal. Ik zit echt... Dat is flink, jongens. En die kan ik. Eens kijken. Oh. Wat een beer. Hoppa. Erop knallen. Nou, daar is die weer. Hij gaat lekker, jongens. Het is. Ik zit nu een half uurtje en ondanks alle consternatie in het begin, godverdomme, we hebben een steun vergeten, de voorsteun. Ik heb alleen nog maar herreeks bij me, geen speedstopreeks. Op mijn werk ging vanmorgen alles mis. Had iemand liggen klooien, waarschijnlijk ikzelf. En, ik moest nog een e-mail overzetten van een vismaat van me en dan ben ik gewoon iets vergeten dat ik aan moet denken. Voel ik me een beetje, over. Maar goed, verder, ja, het is beter wel hè. Als ze nu nog geen beter had gehad, dan was het helemaal een gehad. Maar ik zal een half uur drie aanbeten. Of drie vissen en denk 4 of 5 aanbeten denk ik. Maar het is niet makkelijk vissen hier, er ligt heel veel rotzooi. En soms dan gooi ik uit. En dan blijft die lijn gewoon plat over het water liggen. Ik denk, what the fuck, waarom zinkt hij niet? Dan hangt hij gewoon over zijn tak heen. Dan hangt mijn korf gewoon 10 centimeter onder water over zijn tak in te bengelen. Maar ik heb nu een beetje goed af. Ja, ik heb een beet. Yes. Ik heb een vis. De vierde. En ja, dan raakt hij de grond niet als hij over zijn tak hangt. Hè. Dat is natuurlijk een beetje stom. Maar die brasems zijn enorm sterk. Ik weet niet wat dat is. Ja, of dat is dan dat die nu zich helemaal vol in vrede zijn. Dat ze gewoon heel veel kracht hebben, weet je wel. Maar ze blijven gewoon beneden. Maar dan komt zo'n brasem al op 30, 40 meter. Zie je hem al naar boven komen. Maar ja, hier blijven ze gewoon helemaal beneden. Tot helemaal vooraan. Ik snap het niet. Eventjes vislanden. Even de vis landen. Zo. En weer een mooie. Allemaal een beetje hetzelfde formaat. Zo. Allemaal een beetje hetzelfde formaat. Kijk, allemaal van deze jongens. Ja,
Even kijken. Check. Yes. Zo. Nummer 4 is in de pocket. Nogmaals excuses voor deze korte onderbreking, maar niet tegen de camera aan. Nou, we hebben weer een vis. Het gaat echt lekker. Het is echt, het is gewoon warm. Een beetje een zonnetje. Het is november. Bijna. Eind oktober. En het is eigenlijk ook wel een beetje de tijd om te snoeken en zo. Maar ja, ik moet zeggen om een of andere reden. Ik was gaan doodazen laat. En dan zat ik... kijk, als je die... Het gaat makkelijk als je gewoon die hele rij pitstops pakt en je trekt hem dan, steek je dan erin en breek hem dan pas af. Ik dacht dat dat makkelijker zou gaan, maar niet echt. Een beetje wennen aan die speedstops allemaal. Maar die breken gewoon niet af, die dingen. Kom maar, het gaat niet zo weer eruit. Godver. Speedstops. Of niet speedstop. Stoppertjes man, dat is niks voor mij. Even. Zo. Toch maar eerst even afbreken in plaats van het hele ding er doorheen steken. Maar ja, voer eraan. Hoppatee. Snel uitgooien, want er drijft weer een hoop vuil. Ik moet snel even wat. Stop. Nou jongen, wat is dit? Ik heb echt mijn dag niet vandaag. Nou, onderlijn eraf, korf eraf. Trek ik gewoon hier die. Gewoon het onderlijntje helemaal. Powergum helemaal aan de kloten. Ik moet vissen, man. Anders vang ik. Ik kan allemaal vis vangen nu. Dat vind ik wel. Dat is wel. Ik trek gewoon de powergum door met het gooien in, in de prullenbak. Weer een nieuwe. Weer een nieuwe pakken. Jongens, sorry van al die krachttermen daarnet. Maar man, wat is dit? Gooi ik uit, breek de powergum. Alles opnieuw monteren. Gooi ik weer uit, gooi ik op die hoop rotzooi die erachter ligt. Blijft de powergum in me hangen. Powergum weer kapot, alles eraf. Ik heb daar geen korf meer, man. Moet ik een loodje gaan vissen. Wat een zeik. Maar goed, we liggen weer. Eindelijk kan ik weer, zou ik er nu weer kunnen vissen, denk je. En sorry voor al die krachttermen, maar mensen zeggen wel eens, je moet niet vloeken. Nou, ik zou je zeggen, blasphemie is a victimless crime. Maar vloeken hoort er een beetje bij, ja. Zeggen mietjes, hè. Dus, ik ben er klaar voor. Ik ga nu koffie zetten. En ja, hopelijk kan ik weer vissen. Al die... consternaties. Hoppa. Hoppa. Nummer 5. Jalalala. Lekker dit. Lekker. Daar moet je niet zoveel tijd voor knoeien met al die montages liggen kutten. Hè? Want ja, zo een half uur ligt de kutten, 20 minuten, dat zijn gewoon weer 2-3 vissen. Dat is een wat kleinere. Die laat zich redelijk. Kut, mijn camera. Die laat zich redelijk makkelijk meenemen.
Hopla. Zo. Even kijken. Hopla. Nou, die hing maar net vast. Zijn toch goede lappen, hè? Zoals jullie zien. Ja. Kijk, jongens. Hopla. Dan gaat hij weer terug. Hoppa. Het was even wat stiller, maar op een gegeven moment kwamen ze toch weer. Weer een goed formaat. Ik kon hem even een tijdje niet op mijn eigen plek gooien vanwege die bergvuil die daar ronddrijft. Ik kom nou weer langs, ik kom daar een keer langs, hè. En dan draait hier allemaal een beetje rond in de wind. Maar toch weer in de kunnen pakken. Yes, yes. Even kijken. Ah, weer een mooie. Hopla. Hopla. Hop. Niet spartelen, jongen. Niet te veel spartelen. Ah, het zijn wel mooie dikke vissen, jongen. Echt mooie dikke vissen. Kijken of ik er eentje kan laten zien. Maar dat is echt een joekel. Zie je? Het zijn toch zo'n goed formaat platten, hè? Ah, snot. Kom op, snot. Even afdrogen. Een dikke buik. Nu gaat hij weer. Even wachten tot die rotzooi voorbij gedreven is. Ik kan nu niet uitgooien, maar ik zit een beetje met mijn dilemma, want het is echt een dag vandaag, jongen. Dat is echt niet normaal. Dan heb ik altijd eten mee, want ik heb nooit zin in boterhammetjes meer. Dus dan heb ik altijd deze Mexicana dingen, weet je wel. En ik realiseer me nu dat ik honger heb. Ja, dat zijn die bonen, zeg maar. Maar ik realiseer me dat ik mijn vork vergeten ben. Ja, ik heb geen zin om met die braas mijn handen nu hierin te gaan woelen. Ik heb nog een blikje van de mais, misschien dat een beetje werkt. Nog niet echt. Maar goed. Nou, het gaat wel enigszins. Ik kan in ieder geval wat eten. Nou, ik weet niet wat het is vandaag. Het is gewoon een beetje stress met werk. Ik kan er niet zo goed tegen als dingen niet kloppen, weet je. Dan hebben we het werk iets gebouwd en dan zit me dat niet zo. Ik zit me dan niet zo lekker en denk van ja, het gaat mis of alle data is dadelijk kwijt. Maar dan lig ik er s'nachts wakker van. Dan denk ik van hoe kan ik het oplossen. En vanmorgen was het chaos. 10.000 dingen tegelijk doen, dus dat werkt ook niet. En ik vergeet mijn vork, vergeet mijn hengelsteun. Alle zit vast onderlijfjes, papa. Hebben jullie dat ook al eens, zeg maar, dat zo'n dag dat alles misgaat? En dat je toch vis vangt. Dat heb ik best wel vaak. Ik heb bij mij zo vaak iets mis, dan vang ik toch vis. Tegenwoordig dat ik een gouden piel heb. Misschien heb ik wel een gouden piel. Dat weet ik niet. Het is gewoon mazzel, dat kan ook, hè. Gewoon mazzel. Ja. Verpanken voelen, misschien toch goed werkt.
kijken. Yes. Nou, here we go again. Volgens mij had ik al een beet op de korf, terwijl die in het zinken was. Maar... of het ligt wel ergens op de bodem of zo, of de, in de takken te kutten. Oh, oké, we zullen zien. Die knalde er even op, jongen. Ik trok mezelf door de slip in. Ik moet de kop in schudden. What the fuck? Wat is er mis met die bruisems, jongen? Ik snap het niet. Het is in één keer oersterk. Maar haal ik ze altijd als dweilen naar boven. Maar er zit wel een bruisem. Het blijft wel lang. Ah, het is wel een bruisem. Het schudt echt zo met die kop. Lijkt het. Ja. Toch wel een platte, maar. Ik weet niet wat er mis is met die beesten. Zo enorm sterk. En zo enorm wild. Hoe kan dat gewoon? Ik snap dat niet. Het zou een tijd van het jaar zijn of zo. Oh, het zijn wel allemaal een goed formaat. Dat wel. Ah. Trok hem gewoon door de slip in. Huh. Bizar. Echt bizar. En een mooie. Mooi in het hoekje. Allee. Zo. Die is er weer uit. Dat is wel dik, ja. Dat zijn wel dik. Goed aan het eten in ieder geval. Oh. Hij gaat lekker, jongens. Ik heb mijn blikje boenen nog kunnen eten zonder met mijn vieze braasman erin te woelen. Ik zit nu denk ik op zo'n 10 stuks. Het is niet allemaal gefilmd, het is allemaal een beetje hetzelfde formaat. Ja, de dikke braasmen zijn enorm sterk. Nou, ze zijn zich nu echt goed in vol vereten in ieder geval, lijkt het. Nou, maar ik heb een lekker dag. Ik ben een beetje tot rust gekomen. Al die dingen die misgingen, die zijn opgelost. Gelukkig. En het zonnetje schijnt. Ik denk dat ik flink bruin word vandaag. Ik heb een mazzel, ik verbrand eigenlijk nooit. Ik ben altijd een beetje rood en dan ben ik bruin. Maar nooit echt verbrand. Maar ja. Ik zit een beetje manoeuvreren met de rotsen hier in het water allemaal. Maar ja, goed, je moet er wat voor over hebben. Hè. Zo om 5 uur zou het... flinke wind. 5 uur zou het nog gaan regenen. Ik heb natuurlijk geen paraplu bij, ik kan er ook nog wel bij hoor. Alles vergeten, dus paraplu kan er ook nog wel bij. En dan zou het even een uurtje regenen en dan... moet even kijken of ik dan blijf zitten of dat ik misschien die onthaakmat over mijn kop gooi. amateurvisser.nl. Alleen op amateurvisser.nl. Oh. Dit is iets kleiners. Ik weet niet wat, maar... Ah, een voren. Een mooie voren. Hoppa. Mooi. Ik wou zeggen, dit is een kleinere. Nou, ah, ook mooi om te vangen, een voren. Hop. Mooie voren. Hoppa. Er komt een weersomslag aan. Zoals jullie kunnen zien, er komt een wolkenveld aandrijven. Natuurlijk altijd wel een goed teken, een weersomslag. Maar ja. Even kijken.
Als het niet zeker nat gaat worden hier, dan vind ik het goed. De rest maakt me niet zoveel uit. Ja. Weer is omgeslagen, jongens. Kunnen jullie misschien niet zo heel goed zien omdat de camera zich een beetje aanpast aan de belichting. Maar het is in één keer hartstikke bewolkt. Of hartstikke goed bewolkt. En ik weet, een weersomslag is altijd wel goed qua vissen. Misschien dat ik het daarom zo straks goed gevangen heb. Maar nu heb ik al een tijdje, ik denk een half uur geen beet meer gehad. Nou ja, goed, het is een beetje moeilijk met uitgooien, want ik moet precies tussen de rotzooi inmikken. En soms dan zinkt de korf wel naar de bodem, maar dan ligt de lijn over een tak heen of zo. En dan krijg je die niet strak gezet. Nou ja, mogen niet klagen. Ik dacht dat ik alles vergeten ben. Ah, toch nog lekker even kunnen vissen. Even kijken of ik nu even blijf zitten. Ik hoop dat het niet gaat regenen. Het staat hier 4:15, zoiets regen. Maar ja, je gaat het meemaken. Ik zit lekker. By the way, voor de liefhebbers, zijn nieuwe amateurvisser.nl t-shirts van Feeder Friday. Die, als je bij YouTube kijkt, onder de video's, daar staat alle merchandise. Misschien een leuk cadeau voor je vissende vriend of voor je vissende vader. Hoeft niet hoor, dat moet je zelf weten. Maar oh, ik kan. Ja. Sorry jongens. Nou, ik zit hier. Ik zit er gewoon te vertellen en hebben we weer beter. De ene na de andere. Nou, is die weersomslag, jongen. Dat is gewoon goed. Dus ik blijf nog wel even zitten, denk ik. Ah, ik krijg nog een beetje de kriebels. Dit weekend kan ik sowieso niet meer vissen, denk ik. We moeten gewoon op wat nieuwe huizen doen. Oh, wat zijn die prasems toch? Wat zijn die toch sterk? Dat is echt buitengewoon. Buitengewoon sterk hier. Motherfuckers. Even kijken hoor. Wow. Hopla. In een netje, kijk, het is allemaal dit formaat, zie je. Hoppa. Hoppa. Ik zeg net al een half uur geen brasem meer gehad en nou vang ik erin weer. Zo. Anyway, waar was ik? Oh. Ik was dus bij weersomslag, dat dat altijd goed is. Dat is ook echt zo. Zo. Ik ga eens wat proberen. Ik heb nog een boon bewaard. Chiliboon. Van mijn eten. Ga ik er gewoon eens aan doen. Als dat lukt, weet ik niet. Stinkbonen. Er moet een boon aan zitten. Kijken of ze daarop ook beter. Een bonenbrasem. Brasem met chilibonen. Denk het wel eigenlijk. Waarom zouden ze dan niet op beter? Je vreet alles. Dat is een keer wel anders een bonen. Even kijken. 1, 2. Nieuw. Ja. Ligt op de bodem, niet te veel aan draaien, want dan gaat die boom eraf. Ja, dus ik heb er nu een chiliboon aan zitten. Gewoon kijken.
Kan je wel vaker met de chili bonen vissen als ze heel bijten. Hier niks op doen, dan laat ik er wel weer mooi aan. Is apart eigenlijk. Die wolkenvelden kwamen opzetten. En ik heb geen beet meer gehad. Net toen de zon scheen ging het helemaal prima. En nu is het bewolkt en dan bijt het gewoon niet meer. En ik dacht, het ligt misschien aan die boon. Dat ze daar geen zin hebben. Dus ja, daar heb ik er maar weer een mais aan gedaan. En nog wat geurstof eraan geplakt. Ah, het is in één keer. Lijkt wel in één keer afgelopen. Ja, ik blijf nou even zitten, even kijken. Maar ja, het is toch. Het weer heeft toch echt wel invloed. Net voordat het bewolkt werd, vlak voordat het bewolkt werd, ging het heel goed. En nu is het in één keer bewolkt en nu doen we niks meer. Ja, het is misschien ook een van de laatste dagen dat ik nog kan feederen nu. Want ja, het wordt weer kouder. En de nachten worden weer wat kouder, geloof ik. Dus dan is het wat tijd om te doodazen. Dat heb ik trouwens ook al een paar keer gedaan nu, dit seizoen. Maar vorige week twee keer geweest, doodazen. Maar ja, op een gegeven moment zat ik daar, was 18 graden, zat ik daar met mijn doodaas te klooien. Dus, dat werkt ook niet. Maar is het toch nog te warm voor. Dus oktober is sowieso een erg warme maand alweer. Dat is alweer een record, geloof ik. Ik krijg wel wat tikjes op mijn hengel nu. De kleine visjes aan het peuteren zijn. Misschien is de bracem vertrokken. Zit nu alleen maar voren of zo. Ik denk niet dat het nog gaat gebeuren vandaag, jongens. Duw me maar dat de bewolking aankwam, viel gewoon compleet de beter uit. Nog een paar tikjes gehad, maar verder helemaal niks meer. Dus ik ga er een einde aan breien. Ik ga lekker thuis wat eten en de video eens even in elkaar zetten. Aardig wat beeldmateriaal weer, denk ik. Dus dat is altijd wel leuk. Stinkt goed. Dus gezellig dat jullie er weer bij waren. Ik zou zeggen, vis volgende keer ook weer gezellig mee. Vergeet niet te abonneren en te liken mocht je een leuke video vinden. En ik zie jullie de volgende keer. Keep on fishing.